Yo kijkers van Evangelion Gameplay, welkom bij een nieuwe Call of Duty aflevering Black Ops 2, zoals jullie waarschijnlijk al lang al gezien hebben. Ik speel met de MP7 Customized, dat wil dus zeggen met FMJ, Red Dot en volgens mij Fastmac als ik het goed heb. Daarbij heb ik een Skillstrix UAV, Hellstorm Missile en een Stealth Chopper. Ik ga hier best wel lekker, ook al speel ik tegen een clan. Milf clan heet die als het goed is. En die gaan op een gegeven moment gaan ze wel echt, zijn ze goed bezig als clan zijnde. En het is gewoon heel moeilijk om tegen te spelen. Maar ik vind dat ik het nog best wel netjes gedaan heb. Want op een gegeven moment gaan ze gewoon zeg maar in een groepje van 4 gaan ze de objectives proberen te pakken. En ja, in je eentje is dan gewoon wel wat moeilijker. Maar ik ga jullie even wat vertellen over het Koninkrijk. En even wat gastrol dingen ga ik jullie vertellen. Dus ik wil beginnen met het Koninkrijk. Want de laatste paar video's geleden heb ik een video gemaakt, dat heet het Koninkrijk in feite. Dan kunnen jullie meedoen met het Koninkrijk als het ware. En het is wel bar gezellig geworden, heel veel mensen. Alleen op een of andere manier heb ik nu problemen met de server dat die af en toe uitvalt. Nou, het zal wel, moet ik even iets voor verzinnen. Maar dat is dus wel nice, weet je wel. Dat steeds meer mensen het leuk beginnen te vinden en snappen dat het ook echt story-driven is. Dus dat je niet zomaar alles kan gaan doen. Hier ben ik trouwens echt bijna een halve minuut achter één gast aan het rennen om die clear shot maar te krijgen. Want kijk, als zou ik nu op hem gaan schieten, dan zou hij me zien. Of bijvoorbeeld nu. Dus ik wacht even, draait hoekje om. Nou, schiet hem dood. Hier haal ik ook nu volgens mij bijna. Straks in ieder geval haal ik me. Hoe heet dat ding? De Stealth Trooper. Kijk nu. Het was dus wel een bewogen week op mijn YouTube kanaal. Zo kan je het wel zeggen. Ik heb een paar gastrollen gedaan. Zoals jullie misschien wel weten op GamerKing.nl. Ik ben nu begonnen op Totaalstorm. Ik ben begonnen op Denaden. Dus nog meer van mij wil zien, moet je ook daar even op kijken en abonneren en dat soort shit. Maar het was dus een soort van bewogen week op mijn YouTube kanaal. Want ik heb dus veel filmpjes gemaakt. En het was ook weer, zeg maar, meestal met Koninkrijk denk ik van, daar moet ik echt zin in hebben. Dit was trouwens niet slim, ik sta achter een muurtje. De afstand tussen mij en mijn vijand was veel te ver voor de MP7 in mijn opzicht. Dus dat was niet zo slim. Maar ik vind wel dat ik ben nu veel meer gedreven zeg maar om YouTube te doen. Ook omdat ik natuurlijk nu mijn Game Capture Card heb, kan ik gewoon alles mooi opnemen via een PlayStation. Wat mooie korte gameplays halen. En het is ook wel fijn dat ik nu die gastrollen heb. Want ik heb nu zeg maar die gastrollen series op verschillende kanalen. En het gaat echt als de tierenlier. Ik heb volgens mij 50 abonnees echt binnen een week gekregen of zo. En voor sommige kanalen is het natuurlijk heel weinig. Maar voor mij is het echt wauw. Ik had met mijn vriendin daarover van, ik zat op school. Het was om een uur of 1 geloof ik. En toen zei ik van, ik heb 404 abonnees. En toen kwam ze uit school naar mij en toen zei ik, ik heb 414. Oftewel, er zijn 10 abonnees in een tijdbestek van 2 uur of zo bijgekomen. En voor mij is dat wel tof. Ik vind het ook tof trouwens om de mensen met wie ik, zeg maar, als het ware werk, om die ook te zien groeien. Bijvoorbeeld Lo, die had ook een paar gastrollen gedaan. Die had ik ook aanbevolen om even naar GamerKing.nl te gaan. En die werd ook goed bekeken. Hier ga ik trouwens heel dom. Komt omdat ik nu in deze match heb ik Semtex in plaats van C4. Was ik vergeten in te stellen. En met C4 had ik natuurlijk gewoon C4 kunnen gooien. En laten ontploffen. Maar dat werkt niet met Semtex. Maar op te kijken hier in de eerste. In de eerste match, als je het zo kan noemen. Gaat het nog wel goed. Lekker goede gameplay. En dan op een gegeven moment komen ze echt. Die clan dus waar ik het al over had. Die gaat echt. Niet bepaald goede killstreaks halen of zo, maar ze gaan wel goed team werken. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat ze gewoon met z'n vieren, vijven, ik weet niet hoe, of drieën, ik weet niet precies hoeveel er ook weer in de clan zaten. Maar ze gingen echt gewoon, echt als de randebiel gingen ze die dingen capturen. En dan is het gewoon moeilijk voor een team met mensen die je niet kent. Maar het is dus,
ik vind YouTube, vind ik YouTube echt geweldig. Leuk om naar te kijken en leuk om te doen. Maar ik krijg ook steeds nieuwere fans bij, als het ware. En waarschijnlijk kijken jullie nieuwe mensen dit filmpje ook. Die nieuw geabonneerd zijn op mijn kanaal, of dat willen. En dan wil ik jullie nog een paar, even wat snel wat dingetjes uitleggen. Zoals het Koninkrijk. Dat is een Minecraft storyline-achtig gebeuren, geschreven door mij. Met impacten van mensen van buitenaf. En mensen die een soort van verstand van hebben, wil ik niet zeggen. Maar wel gewoon een eigen inbreng erin kunnen hebben. En dat groeit. En dat vind ik heel tof. Ik moet alleen even kijken hoeveel mensen mijn server aan kan. Want nu valt de laatste tijd mijn server uit. Sinds vandaag. Dus ik moet even kijken. Maar dat is dus gewoon allemaal storyline. Want ik zag ik zag allemaal mensen in de... Kijk, hier ga ik even breakdansen. Gewoon neuken. Maar dan zag ik allemaal mensen van... is het nou storyline? Is het nou real? Maar meestal gaan wij... op sommige afleveringen na gaan we dan gewoon... met z'n allen... met een groepje dus. Gaan we gewoon wat Minecraften. En dan gebeurt er iets. Bijvoorbeeld zoals nu is er een soort van oorlog gaande. Zoals jullie op mijn kanaal kunnen zien. Dan vraag ik ook gewoon of jullie dan willen liken. Want als je een like geeft, dan weet ik gewoon wat jullie tof vinden. En dan ben ik meer gemotiveerd om het volgende deel snel op te gooien. Kijk, dit is trouwens heel dom. Hier komt die Milfklas weer aan. Met z'n drieën tegelijk, dat bedoel ik. Zoals maak ik ook een hele... Volgens mij nu maak ik een hele domme actie. Waar jullie hopelijk van kunnen leren. Ik loop hier naar voren. Ik gooi mijn Semtex. Nou, dat is goed. Hier gooi ze granaten. Nou, ik verstop me. Hier wacht ik een beetje totdat ze voorbij gaan. En daar zien jullie de satchel charge in de deur gaan. In dat kastje gaan. Zie ik niet. Hier word ik gestunt. En door die stun ga ik dood. Nou, weet je. Daar moet ik van leren. Van dat soort dingen. Maar wat ik ook vind, want ik trek nu de laatste tijd veel verschillend publiek aan, als het ware. Ik heb natuurlijk Super Meat Boy series. Super Meat Boy fans heb je niet echt, denk ik. Maar ik heb natuurlijk het grootste gedeelte is Minecraft fans. En daarbij heb ik volgens mij ook nog wel een wat kleine gedeelte aan COD fans. En dat kleine gedeelte aan COD fans, dat wil ik wel even laten groeien, als het ware. Want ik vind, Call of Duty vind ik leuk om te doen en lekker commentaten. En ik merk wel van mezelf dat ik, aan commentaten voor Call of Duty fits moet ik nog aan wennen. Kijk, Minecraft, de jokbox, dat gaat wel, weet je wel. Dat lukt nog wel, maar bij Black Ops moet ik echt wennen. En daarom kijk ik ook naar The King natuurlijk. En naar wie keek ik laatst? Max Shotty? Zoiets. Sorry als ik zijn naam verkeerd heb. Want er was een keer zo'n video van Paul. Die had natuurlijk van die soort van gastrollen deed hij. En daar was die hebberige chap. En iedereen zei van, je lijkt op Max Shotty of zoiets. Dus ik ging even kijken, ik zag hem. En dat was wel een hele toffe Call of Duty commentator. Om naar te luisteren, vind ik zelf. En daar leer ik ook heel veel van. Dus dat moet ik nog even leren om, goed... Een Call of Duty te kunnen commentaten. Omdat ik niet een hele Call of Duty pro ben. Ik speel het niet heel vaak. Maar het is gewoon... Ik vind het moeilijker dan andere dingen. Hier gaan jullie weer de tweede match zien. Het staat nu 1-1. Dus de derde match. En hier wordt echt heel hard gestreden om punt A. Hier haal ik ook weer mijn stealth chopper. Volgens mij heb ik de potje dus al 3 stealth choppers gehaald. En even op adem komen, want ik praat iets te snel, merk ik. Ik speel de laatste tijd nu met de MP7. Dat vind ik best wel nice, want het wapen schiet wat sneller. Voor mijn gevoel heeft ook iets meer damage, voor mijn gevoel, dan de Vector KD, waarmee ik altijd normaal gesproken speel. Soms vind ik het ook nog wel lekker om met de Silence PDW te spelen. Maar voor mij, de submachine guns zijn echt de wapens voor mij. Shotgun om soms op te pakken vind ik ook wel fijn. En de Peacekeeper, dat zie ik af en toe wel op de grond liggen. Dan pak ik hem wel op. En dat denk ik ook, dit is wel een fijn wapentje. Het is inderdaad wat veel mensen zeggen. Een kruising tussen de Assault Rifle en een SMG. Maar het is wel een fijn wapentje dat je ook, op lange afstand kan schieten.
Maar ja, ik ga daar geen 15 euro voor betalen voor een wapen en een paar map packs. Want ik wacht gewoon op een nieuwe shooter, een goede shooter. Battlefield 3 is natuurlijk aangekondigd. En ik wacht eigenlijk op een... Ja, op een... nieuwe Call of Duty. Daar heb ik al echt even zin in. Natuurlijk om dan heel veel commentaries ervan te maken. Maar ja, wat ik dus ook wel nice vind aan Call of Duty. Als ik soms geen tijd en geen... Ja, geen zin wil ik het niet noemen. Maar even moe ben om dingen op te nemen. Want ik heb natuurlijk ook nog school. En ik heb ook een leven. Ja. Een sociaal leven natuurlijk. Dan is het soms wel moeilijk om dan... Weet je wel, dan kom je thuis. En dan... Als ik vroeg uit ben, dan denk ik... Oh, leuk. Even snel wat opnemen. Weet je wel, dat soort dingen. Maar soms heb je ook dagen dat je gewoon lange lesstoffen hebt. Moeilijke lessen. Langdurige lessen. En dan... Tot een uur of vier op school. En dan, ja, dan kom je thuis en denk je even rust. Want op zich is YouTube. En het is wel fun voor mij. Maar omdat ik. Ja, ik wil mijn video's gewoon mooie kwaliteit hebben. En daarom. Ja, is kwaliteit ook. Is tijd en kwaliteit gewoon belangrijk. Hier had ik trouwens nog even een mooi snel killetje met een Hellstorm missel. En volgens mij krijg ik net voordat de match over is. Krijg ik nog mijn Stealth Chopper volgens mij. Ja, nu bijna. En ja, die zet ik even snel in. Omdat, ja, je krijgt de punten voor. En volgens mij ook XP als je ze inzet. Dus ja, waarom niet? Maar ja, dit is de commentary dus alweer bijna. Laat gewoon een groen duimpje achter voor de mensen die meer Call of Duty willen. Want ik, ja, dat zie ik bijna nooit. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik hoop gewoon dat jullie een groen duimpje achterlaten. Vergeet niet te abonneren. En ik spreek jullie later.